Welkom bij de gearvetting van het Fries kampioenschap vierleppen in Weesum 2021. Het is september, vanwege corona mocht het in augustus nog net teruggaan, maar nog hebben we wel wat meer publiek. De wedstrijden binnen vanzelf dezelfde als altijd. We gaan kampioenen straks bij de famkes, de jongens, de junioren, de senioren vrouwen en bij de topklasse. En we beginnen met de hoogtepunten van de voorrondes. De famkes, de jongens en de oorgangsklasse, dat is een beetje het voorprogramma. En dan komt er nou het echte vuurwerk. Maar daarmee hoop ik net dat ik de famkes en de jonkjes te kwaad, toch? Dat is absoluut net de bedoeling. Nee, Jelske Terpstra. Ik in de finale van ons zelf. Precies. Het Jelske weet dat ik natuurlijk. Zijn top 3 is te bespringen. Dan moet het Krek even mooi zitten met Krek even slaggie. Oh, cyberzieken. Ja, 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 zeker. Wat een centimeter spul daar. Een tredde ronde. Ja, geweldig. Alleen nog maar zeker tredje meters voor hem verlopen. Ja. Nou, die klasse die weet hoe het werkt. Zo Krek zeezen, dat is natuurlijk prima. Hè, dat al die famkes... Safië Springal. Jelske Terpstra. Keurig. 13-80. Twadde Inger Haanstra met blessure. 13-67. En Manon Koehoorn, heel verrassend. 13-60. Als tredde mij naar de finale. Ja, ik denk dat we eerst Germ Terpstra krijgen. Op de middelste bad. Die staat klaar. En die heeft natuurlijk, wat zegt je, zo'n 30. Dit sluit de twadde positie. Douwe Abma nog vorm. En technisch een pronkje om de te zien. Schoen en pronk van Germ Terpstra. En nou had hem te pakken, hè? Nou had hem te pakken. Ja, dit is een fantastische sprong. Dit keer wel eens een eigen persoonlijke rol. Van Germ Terpstra. Ja, dat zal ik kennen. Schiet op Zandje 63. Jongen, jongen, dan ja, lukt het in ieder helemaal. Ja, en hij liet even een slag erin, zo van. Gunstig. Ja, oorsloekste maar vroeger, ja, of ik. Oké, dat ken. Dat Germ Terpstra. Zandje 69. Broer, de broer van. Als eerste, Douwe Abma, keurig. 16-54, de nummer 2. En op het nipperke, de klassementswinner Arend Veenstra van Zalhuizen. 16-06 is op het nipperke genoeg om mij te gaan naar de jongensfinale. Ja, en Femke Rispens. Ja, is dat PR just, zegt je meter jongetje. Ja. Het is volgens mij als Famke sprongen. Had ik al per dikke 15 meters noteerd dit seizoen. Vooral in de laatste wedstrijd. Ze won de laatste wedstrijd in Griekserk. Haar eerste overwinning met de vrouwen hier. Ja, precies. Dus ja, qua dat, zoen je ze, de farm is er op het juiste moment. Ja. Maar let het maar even. Zien die guy. Nou, het is zo'n punt. Ja, dit is een punt. Dit is een punt. Fantastische sprong van Femke Rispens. Op de lijn van 16 meter, ja. Oh. Hallo. Dat is pieken op het juiste moment. Ja. Femke Rispens, 16 meter trekje. De verrassing op nota. Nummer 1. Twadde, Marit van der Waal. Toch nog vierder gaan. 15-34. Tessa Kramer, de regerend kampioene, wordt voorlopig getreden met 15-31. Keurig niveau bij de vrouwen. Rutger Haanstra. Luid nog 3 centimeter achter op Minne Smit. Het jongen dat Minne er niks meer mee oplept. En Rutger zil nou als eerste 4 uur die 18 meter linnen wollen. Maar dat wollen ze al even zelfs. En ja, dit ziet er goed uit. Ja, dit ziet er prima uit. En dit wordt een nieuwe viersoos. De nieuwe nog, denk ik. Krek Zeezen. En eigenlijk, ja, cool. Maar 12 vingers in de neus, hè. Cool, ja. Ja, heel makkelijk. Rutger Haanstra, nieuwe 43, 4 uit de vierste ontnota. Wisse Broekstra, mei blessure, 18 trekje in keurig twadde. Minne Smit, ook de topdraaier van het klassement. En dan is het Suntje 98, een tredde plak. Maar ook dit kan alle nog op een kop dadelijk in de finale. De Friese recordhouder dan, de kerstverse hoid van een prachtige dochterzijder. Ja. Mooier Famke weer net. Nou, dat lopen. Dat het de looks van Memmer het dan, en dat wel goed. Nart, jongen. Ja, hij kan samen op een raarswolkje zitten nog. En springt er dan ik jou helemaal vrij uit, dat in de vraag. Friese recordhouder. Ja, Sjurs. En hij had het te pakken. En Naart Broosma had het te pakken. Oh!
Want dit is de vierste sprongernota van ja. Friesland. Dikke hier in het 20 meter notering. Jongen. Fantastisch, Nart Bransma. De vierste sprong van het hele seizoen, 21 en 29. Tweede plak, Isbrand Galema, 20-32. Age Hulder, de oersklosser, uitstekend. Zijn beste seizoensprestatie, 19-71. Hier een centimeter voor Arne Galema. Dat is dus een vierde plak toch nog voor Arne Galema. En Sietse Bokma met 9-56 op het nipperke nog mee naar de finale als nummer 5. Ja, en dan gaan we een prachtige voorronde zien met hele vierde sprongen. Mij vanzelf die uitzitter van Nart Bransma met zijn 21 meter 29. Vraag is mezelf, kennen de oorlijpers je nog van Dwaan? Kessen in de finale wat meer Dwaan? Weet wat hebben we gewoon eens zien. Ja, in volgorde van Oostan begin je aan de finale. Dat betekent dat bij de topklasse kleestiet Sietse Bokma. Hij kwam in die finale met een sprong van 9-56. Dat hij krek genoeg om nog het vierde plakje te pakken. Hij mij dus het spits aanbieden in die heegste categorie. Op de middelste batte aast Arend Veenstra. En op de vierste batte schakelen we naar de Famke staan. Naar Manon Koehoorn straks. Maar ik denk dat Sietse Bokma de eerste is die hier in de finale in Weensum in actie komt. Ja, daar ligt het wel op. Sietse is gretig. Nou, kan hij nog wat challenge in de finale? Het slaagt hem in elk geval net in de eerste finale ronde. Dus Sietse Bokma had nog een kans op. Manon Koehoorn, bij de Famkes. En kan die naar die trekje in? Nee, krijgt net dat rede balsje der Matse Oerhenne. Die leidt op trekje in 80. Dus Manon Koehoorn bloed voorlopig op het tredde plakje staan. Ja, en dan, ja, op voorhand, in het begin van het seizoen, weer er maar één favoriet bij de jongens, dat is Arend Veenstra. Ja, maar hij is gewoon als nummer 3 nog maar op het nipperke in die jongensfinale kaam. Ja, en dan heeft hij toch weer alle kansen, hè? Dat is wel het lekkere voor Arend Veenstra. Hij begint weer op 0. Juist. En hij kan het in één sprong op een kop zetten. En komt dat eruit? Nee, dat nog net in eerste sprong, maar dan heb je te vloeren, hoor. Ja. Dus ook hij liet het erop aankomen, hè? Ja, klopt. En eerst zullen we Inger Haanstra, want die kent natuurlijk bij die Famke Bol-staken van nou. En dit zou wel eens verder wijzen kennen. Ja, die had dat baltje goed lag, drukt ze harder naar binnen. Tredje meter 94, dat is de nieuwe lead in de aanstand bij de Famkes voor Inger Haanstra. Zij passeert Jelske Terpstra verloopt. Douwe Abma, die jongens. Dus wat dat betreft is het wel echt een verrassing. Ken die hier nog van Fjord? Ja, lekker dreven. Een aardige sprong, hè? Ja. Maar het is net vierde nog. Nee, krek hem in tijd. Moet die polstok even stiller krijgen. Wat dreiging. Deze dame in potentie zou ik samen die Santje Meter eens een keer pakken kennen. Ja. Pakt ze die eerste slag een keer goed. En dit ligt. Oeh, daar zit een mislaag. Ja, wat dat is een hele duren. Ja. Wij kennen naar de juniorenfinale. En daar komt als eerste in actie Minne Smit hier uit Weensum. Ja, ja, Weensum had toch wel een rietje finalisten. Ja, door het Heidenskip, maar Weensum doet Joert ik mee, hè? Want de coach natuurlijk, ik ben namen van de jonge dame eventjes. Komt Hilda. Hilda Postma, dat is natuurlijk geweldig. Wat die bereikt, ja, ze doet dat net linnen, maar al die pupillen hier. Ja, dat is echt ja, roemenswaardig. Ken Minne Smit de dribbel onderdrukken in de loop. Hij begint altijd heel vlug, maar dan komt even dat piekermoment en dat de derde erin komt en hij komt goed in de stok. Ja, dat ziet er net verkeerd uit. Ziet er net verkeerd uit. En dit ligt heel goed van Minne Smit. Punt dit en hij heeft in de hand. Nou, blikskater, hij rottelt door het door, hè? Ja. Een forse verbetering. Just system in tijd. Wat kent Marit van der Wal? Ja. Die de vrouw in. Ontspannen worden. Oeh, Sjurs. Nee. Ja, hoe dan? Wat toch nog? Nou, dit is een goede sexy man. Ja.
Maar dat is het genoeg. Er zit een hamering hier. Ja, ze had gewoon een ATV door in de stak. Hoe persist het, beste Marta? Maar misschien moest het wel. Ja, om daar goed te gaan. Ik zou net weten waarom, Frederik. Witte Wevensien. Je kent altijd nog op vakantie. Ja, maar zit is zo als de. Ja, voor mij niet. Ja. Deksel, wat komt er op het woord? Van Marit van der Wal. Dit een centimeter te min is of 12 draaien, dan slaast hij toch voor de kop. Passie. Centimeter 24. Centimeter 24, Marit van der Wal. Maar de 41ste sprong van een vrouw ooit op een FK. Ja. En die horen wie Marit zelf. En die horen hier zo. Jongen, nou. Wissen. Ja. Wat kan Wissen Broekstra? Ja. Hek en Wezemer. Hij heeft hem goed te pakken. In de trots zetten. Wissen Broekstra. Nee. Hek 4, maar ja. Net 4 genoeg. Maar wat is het te spannend? Wat is het te boeiend? Laten we toch even vermelden. Want Minne Smit verbeterde hemzelf naar 1870. Ja. Super. Die klapt het al onderdoor. En deze Wissen Broekstra die komt er ook in die buurt. Ja. Ja, de 3 gingen er van de man, ja. Maar hij maakt te hut. Hij had nog een stuk stak hoor. Want dit is ook een jongen die de stok heel 4 in het wetter had. Precies, en dan krijg je makkelijk 4 springen. Maar het is nog net genoeg. Ja, 88, ja. Het is in de 12 mee. Ja. Voorlopig. Maar wat een finale. Ja, wat een finale, heerlijk. En ik denk dat Rutger Haastra toch wel degelijk de hit adem van deze man viel. Ja, dat hij denkt blikse kater. Die jochentje 43, in dat wordt genoeg. En hij sprong het zelf niet makkelijk, hè. Dus misschien kan hij er nog wel iets bij opwerpen. Goh, Femke Rismus. Ja, noem het zijn IPR springen. Dan spring je 16 trekje en dan steer je een kop. En zo steer je niet in de 12. Ja. Hoe kan dat op een dag twee keer een monsterprestatie? Toch, petje jou van Marit. Ik bedoel, ondanks dat ze die slag rinnen lid, springt ze vol, zegt je jou een pointer. Ik bedoel, dat is toch ik net verkeerd? Zeker, dat is nog altijd een topmaster. Ja. Van al. Wat kan Femke Rismus? Een top die had ze al, maar het zit er nou in deze sprong net in. Nee. En dus is daar ek de spanning groeiende. Nou ja, we hebben de... toch alle keer naar je noemers hier daar. Bij de famkes en de vrouwen, die hebben zowel Inger Haastra als Marit van der Wal natuurlijk uitstekende zaken die in. Die hebben de koppositie genomen. En staan momenteel op de Friese titel. Dat betekent dat we in de eerste finale ronde nog één sprong te goede hebben. En die is voor deze man, Rutger Haastra. De enige junior ontnota oer de njontje meter met die njontje 43. En die sprong die nog helemaal net perfect wie. Nee, werd nou wel rek inziet. En hij zit voorlopig comfortabel op dat eerste plakje. Ja. Fries kampioen bij de jongens in 2020 en vorig hier, 2019 en vorig jaar dus juniorenkampioen. En dit hier, weer onder leiding, dat is toch Patsy Alfa Rutger Haastra. Maar kan er nou wat bij opleppen? Dat is de vraag. Hebben zieken te vol, maar nee. De jongetje 43 op dit stuit bloedsteen. Als de te kloppen, afstand. Dus Rutger ken ik in de wachtkamer. En weet dat minnen en wist ze nog één poging. Ha! Ja, en als verschijnt er in uw scherm een opmerkelijk lutje, namelijk afgemeld. En dat komt te steen achter de naam van Inger Haanstra, okay. De leidster in de wedstrijd bij de Famkes. Ja. Ja, zal dan toch de volle lest hebben van die enkel kwetsuur. Ja, staat op trekje 94. Ja, dat is een keuze. Dat zou samen de winnende wijze kennen. Dat... Maar die kiest er dus toch voor. Ja. Want die weet ook, over 14 dagen wil ik graag ook een NK springen. Dat zoekt ze net. Misschien is het wel heel verstandig wat ze doet. Ja. Ja, en ook de laatste kans voor deze man, Arend Veenstra. Ja. De enige deelnemer van de afdeling Boetenpost. En die kan soms verschrikkelijk uithelje. Ja, want ik heb de geboortelepels hier net bij de hoorn, Frederik. Maar wist of Arend volgend jaar onder de junioren ook niet? Ja, dat zou je haast wel denken, zoals je postuur. Ja. Dus inderdaad, dan is dit zijn laatste kans. Arend Veenstra, kinder er nog wat uitslingeren hier. Nog één keer rustig hoek in en klimmen, maar dat is te min. Juist. Hij komt er net op taal en dat is een verrassing, hè? Ja.
Hij kan hopen dat hij nog verder is als die 16-29 van Douwe Abma. Maar meer als een tweede plakje zit er net in voor Arend Veenstra. Nee, en dat... Toch wel de revelatie hè, van dit seizoen. Hij had net voor niks die trui, maar ja, hij piekte eigenlijk te betiet. Dat klopt. Zij is... Maar goed, tot 12 weken van hem nog een NK. Dan kan er in Burgum nog hele mooie dingen gebeuren. Ja. Zo'n mooie afsluiting wijzen voor hem. Absoluut. Ja. En ik jouwt je er dan aan, hè? Verleden die je pas begonnen, hè? Ja, 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 nee, absoluut. Dat is en super. Ook gewoon zilver op een FK. Ja. Ja, deze dame, die weet dat Inger Haastra net meer in actie komt. Nee. En dus bepaalt zij hier waar de naaie famkeskampioen wordt. Ja. Nies krijgt, trek je in 80. De matte een paar centimeter kritiek. En dat kan soms wel, die Jelske Terpstra. Zet een PR van Fietje. Komt het eruit, die Jelske Terpstra. Komt het eruit. Het komt er net uit. Nee. En dan is zonder in actie te komen, op achtergrond. Ja. Inger Haastra, die heit in de Jerms. Mijn blessure toch nog Fries kampioen. En dat is toch echt wel knap, hè? Ja. Nou, een laatste kans voor Anne Galema. Kan die nog een keer 20 meter deel zetten? Wie maakt het die drinken? Alles of niks voor Anne Galema. Alles of niks. En het wordt hem net. Nee, het keert net vol. Oeh. Jongen. Ja, Douwe die zit goed in de wedstrijd. Hij is een paar keer wat te rap oorging. Er zat er nog wordt het goud of wordt het brons? Het brons voor Douwe Abma. En dat betekent dat een volledige verrassing compleet is van Germ Terpstra. De man van Weesemjere. Die wordt de nieuwe jongenskampioen. Met een prachtige sprong van Santje 69. En nog een finale sprong te goede. Ja. En hier moet het nou echt gebeuren. Voor Tessa Kramer. Ja. Ja, want 16-24, dat kan zij ook. Zeker. Op een goede dag. Maar komt het eruit? De meiden geen misslagen in zitten. Geen foutjes. Het maakt klapje. Ze had de vlugste onren van het hele vrouwenspeloton. Daar leidt het net om. Maar die eerste slag, als ze die pakken kan en een beetje tijd krijgt om te klimmen, dan is het mogelijk. Ja. Tessa Kramer, de laatste finale sprong en dat wordt hem net. Want de insprong weer net goed genoeg. Nee. En dan is zij wis van het derde plakje. Ja. Ontroond, zij weer de regerend Friese kampioenen. En nu kan ze daar een bronzen plak ontdekken. Ja. Ja, hij weet wat het is om Fries kampioen te worden. Alleen dat weer in de juniorencategorie. Ja, dat is al maar even lief. Maar zit keurig hier in de finale. En kan hij nog een keer vlammen? Nee. Nee. Nou ja, wie ik wel duidelijk. Hij moest natuurlijk enorme risico's nemen om in de buurt te komen. Nou, zo mooi is dat Germ er nog in ieder geval technisch een fantastische sprong van maakt. Ze had je PR al ongescherpt met Santje Jochen en Sechter. Dus een noten verwacht je van Donner nog een schepje bovenop. Ja, graag. Maar daar moeten we net vanuit gaan. Maar nog even een keer technisch een lekkere sprong met we van genieten kennen. Dat is zo'n mooi wijze, Germ. Ik denk dat er zelf wel zit te genieten. Ja. De grijn zit zuiver al op het gezicht en het is terecht. Hij wint heel verrassend te veel op manifestatie. Ja. Hij wint de Friesland Cup en ook de Friese titel. Ja, dat is een geweldig seizoen. En wat wordt het toetje van Germ Terpstra. Nog een hele mooie sprong, hè. Ja, lekker. En hij is de kampioen in wezen bieden, jongens. Met een prachtig persoonlijk record van Santje 69. Een stralende coach ja. En een genietende pupil. Germ Terpstra houdt de jongenspries in wezen. Ja. Goh, knap je? Ja, fantastisch. Ja, en dan tindert het al aardig uit, want er zijn nog maar een paar finale sprongjes. Marit van der Wal zit ook al te glimpje en Geliek Hatze. Ja. Want die wordt ik net al dit samen Fries kampioen. En ken ze nou vol. Zit hij misschien niet nog meer in? Dit kan hem al gebeuren. Dit kan hem al gebeuren. Nee, ze kent het koers, maar ze had hem nog net 100%. Nee, even nou wacht. Maar wel de beste papieren, denk ik. Zo vaak is ze natuurlijk. Natuurlijk net vanzelfsprekend nee. Samma Fries kampioen. Dit wordt haar derde titel, dacht ik pas. In al die jaren wil ze al jaren op papier de beste is. Ja, nee, zet er meer. Ja, Fries kampioen. Eerst is Brand Galema, want ja, die verzint het nou even zien. Moment op fame. Ja. Dit is alles of niks. Komt hij in de buurt van zijn PR?
dan kan hij nog een bedreiging vangen. Dan is hij een bedreiging van Mats Hansma. Ja. Het maakt zijn ultieme sprong worden. Nou. En dit is een heel goed uit. Maar hoe scheef je het? En de uitsprong in. Oh, en hij is scheef. Maar wat dat, wat maakt het er wat moois van. Hij had een kans, jongen, dit kampioenschap. Precies. Hij had zijn beste wedstrijd dit seizoen bewaren voor dit FK. Het is net genoeg voor goud, maar het is een heel mooi tweede plak. En dus is dit de nieuwe Friese kampioen. Ja. Heidi naar Bronsma. Geweldig. Twee hier na dato. Ja, onvoorstelbaar. En maar een topsprong, hè? Ja, nee, geweldig, Dien. Waar beslissingen moeten er vallen? Waar wordt de Friese juniorenkampioen en waar wordt uiteindelijk definitief de Friese vrouw met de titel? Want Femke Rispens, Meijner Springen en ook Disse Minne Smit. Ja. En ook nog Wisse Broekstra kennen die juniorentitel pakken. Ja, Minne kwam correct al dicht in de buurt. Dat weet ik net. Het nee, net nee, 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 nee. Minne met het net. Femke Rispens. Ja. Hoe? Zij is de enige die Marit van der Waal nog van de troon afstoten kan. Ja. Maar er werd wel iets wonderlijks gebeuren, denk ik. Maar wat is onmogelijk, Jere Joert? Haast niks. Femke Rispens, kent die nog één keer? Nee, niet erop. Nee, maar ik denk dat het voor haar een zilveren medaille is. Maar je koud er ons in. Marit van der Waal pakt de Friese titel. Ja, en dat is haar vierde titel. Nooit 2014, 2016 en 2000 jongetje. Nou in 2023, wer de winnaar is van de glazen Lepster. En zit er blij mooi, dat is duidelijk. Bij de coach staat. En dat brengt ja. Bij de climax, bij de senioren. Hij is al kampioen. Maar ja, hij had nog een wens, hè? Dat Friese record. Ja, maar ik was opstofd worden. Zit dat er nog in, Bina Bronsma? Kan hij nog verder naar Bronsma? Zit het erin? Nee, hij zit er net in, maar hij wint hier wel. Geweldig. Kwartduizend zandje en kwartduizend jongetje. En nu dus 2021. Voor de tweede keer wint Nat Bronsma de zilveren pols. En dat kent dan net iedereen, zegt ze. Want als hij vijf keer in totaal is, moest hij horen, hè? Hij wint ze net achter elkaar. Net zo vallen die dat binnen. Nee, de binnenman een peer. Wisse Broekstra in de allerlaatste finale sprong. Kan hij nou één keer de top hellen? En hij moet het hukken, hij moet het en het is net genoeg. Nee. En toch het shoot, dat Rutte Aastra. Ja. Heel knap. Voor het twaalfde ronde. De junior is dit al. Ja, dat is toch pet jou, hè? Hij is ook nog een twaalfde junior. En hij wordt gewoon twee jaar achter van Fries kampioen. Vorig jaar werd nog verrast. Feest niet Heidenskip, maar ja. Suske is Fries kampioen binnen Vamp. Ja, ik kan me voorstellen, hoit, het is mijn neef, Hendrik Godse, dat hij wel eens een mindere dag hand heeft. Natuurlijk de dochter, dat is even sneu. Die zit een beetje op mijn enkel, wat pijnlijk is, maar goed. Of Fries kampioen bij de Vamkes. En dan Rutger de Zoon, die wordt gewoon voor de tweede keer Fries kampioen bij de junioren. En het eerder voor Fries kampioen bij de jongens. Ja, ja. Dus ja, dat is de superjong en dan heeft hij drie Friese titels. Het laatste woord is dus on Rutger Haanstra. Alle finalisten hebben in acties gezien. Alleen Rutger had nog de laatste sprong. Wittende dat hij die titel al had. En dus kunnen we misschien even zien wat is zijn PR. Zoek voor hem bijvoorbeeld voor het eerst die 20 meter nog in beeld komen. Ja, dat is zo'n stunt wijs. Een jongetje 84 is PR. Nou, dat is een nobel streven. Een heerlijke trainingssprong met een bult vol publiek. Hoe mooi word je het, hè? Ja. In de wetenschap dat die prijs al binnen is. Dat mat lekker leppen. Hij had het zelf uitwongen. Hij had de hele dag de beste west bij de junioren. Wees dat helemaal een stunt wijzen, zo? Had er een zomer een pols naar binnen, zo? Zelfs dat ken nog, in theorie. Theorie. Maar dan mat er wel... Nee, dat zit er absoluut net in. Maar er is in vliegbegrijpelijk, denk ik. Maar, precies, dan met het laatste stukje erin, hè. Maar... Nee, maar natuurlijk in Griefscherk, wie er al verder dan alle senioren. Ja, ja. Dat weet ik zo'n wedstrijd, dat er in een Katasje Elliot. Ek minder smit. En het jouwt gewoon hoe groot dat talent is in die groep, hè. Want ik deze... Wisse is eerstejaars junior. Ja, dat viert we wel eens. Dat vierde hebben in de takkomst, dat wordt grandioos. Het is al grandioos. Applaus. Het publiek klapt al mee. Ja, eer betoon voor deze man. Hij verzint het. Hij had een fantastische wedstrijd leerd. Kan hij nog meer glans aan om dit FK? Rutger Haanstra. Nou, één keer vlammen. Nou, één keer vlammen en komt er ooit.
En dan binnen alle kampioenen bekend. Ja. Frieskampioen 2021.